Op vrijdag 1 februari sluit Museum 2 Stromenland en Beneden Leeuwen haar deuren. De subsidie van de gemeente stijgt van 3800 naar 5000 euro. Maar deze stijging is volgens het museumbestuur niet genoeg om nieuwe plannen uit te kunnen voeren en zo meer bezoekers te trekken. Volgens de gemeenteraad is er onvoldoende onderbouwing om het museum extra te ondersteunen. De gemeenteraad gaf al eerder aan dat het museum zelf voor aanvullende middelen moest gaan zorgen, naast de subsidie van de gemeente. De sluiting van het museum lijkt nu definitief.